Wie woensdagavond over de Keizerlijn Antwerpen liep, kon er niet naast kijken. Josje Huisman stelde haar boek Dresscode Josje voor aan de Vlaamse en Nederlandse pers. Dresscode Josje is een stylinggids. En Josje kon dan ook niet anders dan in stijl toekomen op haar eigen boekvoorstelling. Oké, dus ik ben toegekomen in een Rolls Royce. Dat vind ik een hele speciale auto. Ik had er nog nooit eerder in gezeten. En het past ook wel goed bij de jurk die ik heb gedragen. Het is iets wat nog niet in het boek is voorgekomen. Het is weer compleet iets anders en dat vond ik net wel leuk. We hebben Josje de afgelopen 7 jaar in heel wat verschillende outfits op feestjes en premières zien poseren. Maar hoe omschrijft Josje haar eigen kledingstijl? Ik vind het nog steeds heel moeilijk om mijn stijl te omschrijven. En daarom heb ik ook het boek gemaakt om te laten zien dat stijl eigenlijk heel verschillend kan zijn en nooit hetzelfde hoeft te zijn. Ik pin me liever niet ergens op vast omdat ik veel te wispelturig daarvoor ben. Er zijn mensen die dat wel doen en dat is ook dik oké. Ik niet. De gewezen blonde van K3 draagt wat ze graag draagt. En daar heeft ze een goede reden voor. In een jurk voel ik mij toch vrouwelijk en speciaal. Op hoge hakken voel ik mij mooi, denk ik, of zo. Maar ja, ik kan even goed een dag hebben dat ik me echt super relaxed voel in een chillpak. Of in een zwempak, omdat dat betekent dat ik ergens aan een lekker strand lig. In een jurk voel jij je mooi, maar ergens in het boek staat dat eigenlijk de schoonheid van binnen zit. Absoluut, ja. En daar ben ik nog steeds van overtuigd. Schoonheid zit van binnen. Het is vooral heel belangrijk dat je goed in je vel zit. Dat je tevreden bent met jezelf. En dan kun je eigenlijk alles aantrekken. Dan sta je zelfs nog met een vuilniszak. Voel jij je goed in je vel? Ja, ik voel me goed in mijn vel, ja. Ja, ik vind dat ik een hele leuke periode meemaak eigenlijk. Ik ben blij. Ik heb fijne vrienden, familie. Ik zit goed in mijn vel. Ik kan doen en laten waar ik zin in heb momenteel. Alles ligt nog open. Ja, ik voel me goed. Josje Huisman loopt er altijd piekfijn bij. Haar collega's zijn dan ook bijzonder lovend over de outfits die Josje altijd draagt. De kledingstijl van Josje is meer. Echt super, super veel. Alles gecombineerd, maar dan ook echt op een flawless manier. Ik vind Josje past met alles. En van alles iets en van niets alles. Je kunt ze niet echt één label opplakken. Hè. De kleren maken de man, maar die past ook met alles. Ik vind het wel fijn. Ze inspireert mij wel op een of andere manier. Ja, ik ben wel fan van Josje naar kledingstijl. Ze is heel eigenzinnig en ze durft zo'n mode ook met fun dragen, weet je. Ze beseft dat je moet niet altijd jezelf zo super hard of serieus nemen. Draagt gewoon waar je zin in hebt en trekt u niks aan van wat de rest daarvan vindt. Wij zien Josje Huisman altijd in mooie outfits schitteren op feestjes. Maar wat draagt Josje als ze gewoon een dagje thuis is? In mijn blootje. Nee, niet in mijn blootje. Soms. Maar gewoon. Het ligt eraan, hè? Ja, ik kleed mij 's ochtends aan naar gelang ik mij voel. En zo loop ik dan de hele dag rond. Soms heb ik zin om weer iets anders aan te doen en dan doe ik dat gewoon. Maar thuis, ja, ik ben meestal alleen. Dus ik hoef niet echt rekening te houden met iets of iemand. Het overkomt de beste. Zelfs Josje staat thuis ook wel eens met de handen in het haar na te denken wat ze die avond voor een of ander feestje zal dragen. Voor wie echt niet weet wat te dragen op een feestje, heeft Josje trouwens een goede tip. Niet bang zijn om nog eens een keer hetzelfde aan te trekken. Het hoeft niet altijd iets anders te zijn. Hè? Je kan het ook door middel van een hoed of een andere schoen, je jurk die je al 100 keer hebt aangehad, toch weer een nieuw leven inblazen. Er was veel volk op de boekvoorstelling van Josje Huisman. Waaronder toch wel één heel opvallende naam, Christel Verbeke. Enkele maanden geleden verscheen in de media dat Christel en Josje de banden met elkaar hadden verbroken. Inderdaad, Christel was gewoon aanwezig en ik was lekker ver weg in Argentinië toen al die roddels plaatsvonden. Dus ik heb me er eigenlijk niet veel van aangetrokken. Ik denk ook dat de meeste mensen wel hebben gezien hoe wij onze concerten hebben afgesloten. En dat we alle drie zeer sterk stonden samen. Dus ja, laat maar lullen. Mensen moeten vooral niet geloven wat ze in de boekjes schrijven. Wat ik op social media doe, dat is niet representatief voor wie mijn vriendenkring is. Want dan zou ik ook beste vriendinnen zijn met Beyoncé. En we hebben elkaar niet meer gezien, dat is waar. Maar mijn beste vriendin, die zie ik ook maar 1 keer per jaar, 2 keer. We hebben allebei een drukke agenda. Het was ook fijn om elkaar even los te laten. En ik ben super trots als ik ze nu zie, hoe gelukkig ze is met haar boek. Laat dat mensen maar zeveren.